Dan gaan we alleen nog even luisteren naar mevrouw Van der Plas. Want die kan morgen niet bij de rest zijn. Dank voor uw begrip in deze. En het is wetgeving, dus zorgvuldigheid voorop. Mevrouw Van der Plas. Ja, dank u wel. En dank aan de collega's voor deze coulance. Dat ik er morgen niet bij ben, dat betekent niet dat we het niet volgen. Want mijn beleidsmedewerker volgt natuurlijk gewoon het debat. Onze zeer gewaardeerde Alexander. En die zal mij daarna informeren. Voorzitter, mensen thuis en alle betrokkenen op de tribune. Een debat over een wet waar de meningen behoorlijk op uiteenlopen, heb ik gemerkt vanavond. Maar mijn conclusie is dat het overwegend een goed en inhoudelijk debat was. BBB zal altijd staan voor het recht van mensen om te zijn wie ze zijn of willen zijn. Voor een overheid die haar burgers ook herkent zoals zij herkend willen worden. De huidige wet geeft die mogelijkheid al, maar garandeert daarbij ook de inbreng van specialisten en beschermt jonge mensen daarmee in hun mentale ontwikkelingsfase. De wet biedt veiligheid voor jonge transgenders, vrouwen en families. Opiniemakers, vrouwen en zelfs de meest integere collega's in deze Kamer zijn in de afgelopen maanden bij elke vorm van twijfel over deze nieuwe wet uitgemaakt voor vrouwenhater, transfoob en TERF. Een Engelse term, in het Nederlands zou het zijn TURF, transuitsluitende radicaal feminist. Echt belachelijk hoe iedereen die ergens kritisch naar kijkt, tegenwoordig door bijvoorbeeld de woke gemeenschap wordt uitgesloten, beschimpt en gecanceld. Gelijk roepen dat je transgenders haat, dat je niet voor gelijke rechten bent voor iedereen. Je zo keihard cancelen dat ze hopen dat je de volgende keer je mond houdt. En niet alleen op dit onderwerp, op heel veel onderwerpen wordt tegenwoordig op deze manier het debat gevoerd. En ik ben dat eerlijk gezegd echt helemaal zat. En met mij miljoenen mensen in Nederland. Vroeger, oma vertelt, konden we in de media en in het publieke debat gewoon normaal over zaken praten en waren andere meningen juist gewenst. Zo kon je namelijk met inhoudelijke argumenten proberen nader tot elkaar te komen. Je kon het scherp met elkaar oneens zijn zonder dat je elkaar meteen spreekwoordelijk de hersens insloeg. Door een scherp debat te voeren werkte je ergens naartoe. En hoe anders is het nu? Nu word je met een andere mening uitgemaakt voor alles wat vies en lelijk is. En nu word je gecanceld. En zo glijden we af naar een samenleving waarin ik in ieder geval niet wens te functioneren. Dat je je mond niet meer open durft te doen uit angst voor bedreigingen, scheldpartijen en uitsluiting. Kap daar gewoon eens mee. Je hoeft het namelijk niet altijd met elkaar eens te zijn. Je kunt namelijk ook besluiten dat je het erover eens bent dat je het oneens bent. Dat wie dan ook, maar ook Kamerleden, worden uitgemaakt voor transfoob of vrouwenhater vind ik een zware beschuldiging. Dit impliceert namelijk dat een Kamerlid haat koestert richting de mensen die hij of zij vertegenwoordigt. Kamerleden die kritisch zijn op wetgeving zijn niet meteen transfoob. Nederlanders die waarde hechten aan een conservatieve interpretatie van geslacht zijn niet meteen transfoob. En mensen die weinig ervaring hebben met transgenders zijn geen TURFs. Hou ermee op. Je bewijst het publieke debat er niet eens een dienst mee. En je bewijst ook de mensen om wie het hier gaat geen dienst mee. Want ik ben ervan overtuigd dat mensen om wie deze wet gaat ook een normaal publiek debat willen. Tot zover mijn algemene oproep. Voorzitter, het voornaamste twistpunt is voor mij vanaf welke leeftijd jonge mensen onafhankelijk ingrijpende beslissingen moeten kunnen maken over het wijzigen van hun geslacht. De grens van 16 jaar die deze wet daarvoor stelt is wat mij betreft te laag. Het is bekend dat de frontale kwab, ook wel de cockpit of de manager van het brein genoemd, in de hersenen van veel jongeren op die leeftijd nog niet goed ontwikkeld is. De frontale kwab is het gedeelte van de hersenen dat als laatste volledig ontwikkeld is. Nog tot een leeftijd van 20 jaar groeit dit hersengebied door. Veel jongeren, natuurlijk niet allemaal, zeker niet, kunnen op die leeftijd vaak niet de gevolgen overzien van hun daden op de langere termijn. Het is gewoon een medisch feit. Ik heb op die leeftijd ook keuzes gemaakt die ik nu nooit meer zal maken. En ook nu zullen er vast wel weer mensen ergens lopen te gillen dat ik jongeren van 16 jaar met een wens om van gender te veranderen haat of niet serieus neem. Maar die mensen verwijs ik naar wat ik hier net over heb gezegd. Kap ermee, voer het debat op inhoud en pas dan komen we ergens. Voorzitter, als je 16 bent valt het gewoon moeilijk te overzien welke gevolgen zo'n geslachtswijziging kan hebben. En ook is het moeilijk om op die leeftijd sociale druk te weerstaan.
Deze grens op minimaal 18 zetten zorgt er in ieder geval voor dat het samenvalt met andere volwassen autonome rechten, zoals het mogen drinken, het afsluiten van een lening en zelfstandig autorijden. Dit verlaagt mijn inziens ook het aantal jongeren dat later weer spijt krijgt van een geslachtsverandering. Dan is er nog het gevaar van kwaadwillende mannen en jongens die misbruik maken van de wetgeving om zichzelf toegang te verschaffen tot ruimtes voor vrouwen en meisjes. Bijvoorbeeld de kleedkamer of de vrouwengevangenis. En nee, mannelijk Nederland zal zich niet massaal met het paspoort in de hand zich in de vrouwenwc's storten om daar de vrouwen te betasten of te verkrachten. Maar wat gebeurt er als een kwaadwillende man wel de kleedkamer van de sportschool inloopt en daar, als hem om zijn idee wordt gevraagd, aantoont dat hij wel degelijk een vrouw is? Want het staat er. Mag hij dan weggestuurd worden? Is dit dan geen discriminatie? En wat als hij mag blijven en hij wel meisjes of vrouwen lastig gaat vallen of gaat begluren? Willen we dat? Willen we dit risico lopen? Dank u wel. Interruptie van mevrouw Simons, maar wel het verzoek kort en bondig. Voorzitter, ik heb een korte interruptie, want ik wil graag de vraag van mevrouw Van der Plas beantwoorden. De hypothetische stelling die zegt, wat nou als een man een vrouwenkleedkamer binnenloopt, daar grensoverschrijdend verdrag vertoont en zegt, maar ik heb een vee in mijn paspoort. Dan wordt hij die kleedkamer uitgezet. Net zoals een vrouw die grensoverschrijdend gedrag in diezelfde kleedkamer vertoont, die kleedkamer wordt uitgezet. Dank u wel. Mevrouw Van der Plas. Ja, nou, dat is zeker. Dat is zeker waar. Maar zo'n man, denk ik dan, noem me conservatief, die man, nogmaals vooropgesteld, hè, ik zeg niet echt heel mannelijk Nederland, nou, die gaat nu echt in de file naar de sportschool om daar vrouwen te begluren met een paspoort in de hand. Dat zeg ik niet. Maar er kunnen wel mensen zijn die denken van, nou, weet je, dat is mooi, dat geeft mij mooi toegang tot die ruimtes. Dat geeft mij mooi toegang. Dan heb ik het niet eens over bijvoorbeeld betasten, verkracht al helemaal niet, logisch, is allemaal strafbaar. Maar gewoon begluren. Gewoon zich daar omkleden en gewoon kijken. Ja, godzijdank heb ik geen dochters, want ik zou me echt elke dag zorgen maken, sowieso, in deze maatschappij. Ik heb zoons. Sorry. Ik ben blij dat ik geen dochters heb, want ik lag elke nacht wakker. Dat mag, hoop ik, als moeder. Maar als ik een dochter had, ja, ik zou dat niet fijn vinden. Dank u wel. Ik zou het gewoon niet fijn vinden. Mevrouw Simons. Heel kort, mevrouw de voorzitter. Ook jongens kunnen slachtoffer worden van grensoverschrijdend gedrag. Ik hoop niet dat ik u daarmee slapeloze nachten bezorg, mevrouw Van der Plas. Maar zij zijn niet gevrijwaard van narigheid. Mevrouw Van der Plas. Ik heb wel een dochter. Nou, nee, die laat ik hier buiten. U vraagt. Dat grensoverschrijdende gedrag, waar mevrouw Van der Plas nu vrees voor uitspreekt, dat kan nu ook al, dat gebeurt nu ook al. We horen nu ook al verhalen van mensen, vaak zijn het mannen, die gelegenheden aangrijpen om dat gedrag te vertonen. Deze wet doet er niets aan om dat gedrag opeens te vergroten. Dat gaat niet opeens vaak. Alles wat mevrouw Van der Plas hier schetst, dat kan al, dat gebeurt al. Bij jongens, bij meisjes, bij non-binaire mensen en met name bij transgender personen. Zij zijn het vaakst slachtoffer van mevrouw dit soort Simons, geweld, u moet echt, ja, voorzitten. U moet echt een vraag stellen en niet een heel betoog. Weet mevrouw Van der Plas dat? Mevrouw Van der Plas. Ja. Dat weet mevrouw Van der Plas. Maar ik wil de vraag stellen aan de minister. Omdat, nogmaals, het is niet het punt van, oh, daarom ben ik tegen. Ik wil weten van de minister, hoe gaat dat dan straks werken? Als er wel, en laten we dan inderdaad het betasten, hè, of het seksueel misbruik, laten we dat er even buiten houden. Maar gewoon een man die denkt van, weet je, ik ga daar gewoon lekker in die sportschool zitten. Hè. Sportschool komen jonge meisjes, komen vrouwen, noem maar op. En die gaat dan met het paspoort in de hand. Nee, maar ik wil dat antwoord van de minister. U heeft een vraag gesteld aan de minister. Ja. Ja. Als die man dan, als ze dan zeggen van, joh, wat zit jij hier een beetje te doen? En dan zegt van, ja, maar het is een vrouwenkleedkamer. Ik ben vrouw. Ja, ik ben geen vrouw. Want laat maar eens even zien in je paspoort. En dan zegt hij in zijn paspoort, nou, ik ben vrouw. Ik heb het niet over een transgender persoon. Ik heb het gewoon over een kwaadwillende mannelijke persoon. En die sportschool die zegt van, ja, maar je moet er toch uit. Kan hij dan met de wet in de hand zeggen, maar luister eens, de wet
zegt dit. Ja, mevrouw Simons kan meeschudden. We gaan niet naar elkaar stel roepen. Stel een vraag aan de minister. Ja, mevrouw Van der Plas. En misschien heb ik wel totaal Mevrouw Van der Plas, u heeft uw vraag gesteld aan de minister. Ja. Dus die gaat de minister ook beantwoorden op een andere dag. Mevrouw mevrouw Westerveld, GroenLinks. Ja. Ja, voorzitter, mevrouw Simons heeft natuurlijk wel gelijk. Als er één groep is die het meest slachtoffer wordt van geweld, dan zijn het mensen die transgender zijn. En de reden dat ik het lastig vind dat we het weer heel lang hebben over dit voorbeeld, en ik besef heel goed dat door deze interruptie te plaatsen dat er nog langer over gaat, maar is natuurlijk dat er nu ook geen juridische grondslag is. Iemand kan nu een vrouwenkleedkamer binnenlopen als je man bent. Dat kan nu allemaal al. En de reden dat dit soort zaken niet gebeuren is dat sportverenigingen, sportclubs over het algemeen met elkaar gedragsregels hebben. Dat mensen die grensoverschrijdend gedrag vertonen uit een kleedkamer worden gezet. Dat een kleedkamer niet toegankelijk is voor mensen die niet in een bepaald team zitten. Dus de wet die we nu bespreken, die verandert niets aan de feitelijke situatie die we nu al hebben en die niet tot problemen leidt. Ja, dank u wel voor uw antwoord, mevrouw Westerveld. Nogmaals, ik stel de vraag aan de minister. Nu vervolgt u betoog. Ja. Dank u wel. Ik stel deze vraag omdat veel mensen in onze samenleving deze vragen ook stellen. Hoe kunnen wij worden overtuigd dat dit niet zal gebeuren, vraag ik de minister. En dan de sportcompetitie. Ik heb het er straks al kort over gehad. Columnist en oud-wielrenster Marijn Visser, die in haar team een ploeggenoot had die als man was geboren. Ze reed al jaren mee in het vrouwenpeloton en had die plek met hart en ziel veroverd, schreef Marijn. Voor Marijn en haar team was het geen kwestie meer. Maar, schreef ze ook, voor de sport betekent deze wetswijziging in het extreme dat mensen die lichamelijk volledig man zijn, mogen meedoen bij de vrouwen. De wet gaat boven de regels van de sportbonden. Is dat zo? Vraag ik nog een keer aan de minister. Terwijl zo lang bevochten is om als vrouw überhaupt een prominente plek te hebben in de sport. In sommige sporten is het bovendien nog steeds niet vanzelfsprekend dat de vrouwentak gelijkwaardig is aan de mannentak. Visser pleit in haar column ervoor op wetenschappelijke of op wetenschappelijke gronden niet een grens moet worden getrokken tussen man en vrouw. Ik citeer haar, wij hebben niet voor niets gestreden om als volwaardige categorie te worden gezien. En ik vind dat Marijn Visser hier een goed punt heeft, want hoe kijkt de minister hiernaar? Moeten wij als wetgever in al deze bovenstaande situaties vrouwen en meisjes niet in bescherming nemen en voorkomen dat mannen misbruik maken van een juridische geslachtsverandering? En dan heb ik ook nog de vraag, in een amateursport wordt niet gecontroleerd op hormonen en doping. Dat gebeurt wel in het topsport. Dus kan het gebeuren dat in de amateursport een soort van ongelijkheid is in het fysiek? Voorzitter, mede hierom vind ik ook dat er een tussenkomst moet zijn van een psycholoog of een andere deskundige, een huisarts bijvoorbeeld. Die kan de motivatie van de aanvrager om van geslacht te veranderen peilen. En daar is toch iedereen bij gebaat, want waarom zouden we dat dan niet willen? De professionaliteit en zorg van artsen en psychologen biedt transseksuele jongeren ook bevestiging. Juist hun bevestiging kan transseksuele personen beschermen. Hun gevoelens, hun identiteit wordt namelijk gerechtvaardigd door deskundigen. Ik zie het niet als een diagnose, ik zie het als een rechtvaardiging. En daarmee ook de beslissing om het geslacht formeel te kunnen laten veranderen. En daarmee wordt het recht ook gebruikt en beschermd waarvoor het bedoeld was. Niemand kan hun identiteit daarna ooit meer afdoen als een hype of als iets tijdelijks. En dat is ook het mooie aan die deskundigen in het systeem. Een vorm van erkenning en iemand die zegt, dit klopt. Dan valt er voor de overheid niet meer te blokkeren of te zeggen, het mag niet. Dan is een verandering meer dan terecht. Het weglaten van een deskundige doet schade aan deze erkenning, is mijn mening. Dan terug naar de kwaadwillende mannen. Ja, het spijt me mensen, maar ik ga het toch nog even noemen. Om de mannen die al een zedendelict op hun naam hebben staan buiten de deur van de kleedkamer te houden, is misschien het vereisen van een verklaring omtrent gedrag bij de aanvraag van een geslachtsverandering in de procedure zoals die in deze wet staat. Ook mag het volgende wel eens gezegd worden. De mannen die hopen misbruik te maken, dat zeg ik even in zijn algemeenheid, van deze wet om kwetsbare vrouwen of lastig te vallen, jullie zijn walgelijk. Voorzitter, de problemen rond misbruik van zulke wetgeving zullen blijven bestaan tot de overheid een praktisch uitvoerbare definitie van transgender formuleert. Deze formulering moet eerlijk en consistent worden toegepast om te oordelen of iemand wel of niet van geslacht moet kunnen veranderen.
Wat is de kijk van de minister op zo'n definitie? Want als er ook maar één enkel meisje door deze wetgeving in een situatie komt waarin ze begluurd of lastiggevallen wordt, dan hebben wij als wetgever collectief gefaald. Willen we dit laten gebeuren? Nemen we dit risico wel bewust? En wat gaan we doen als het wel is gebeurd? Gaan we ons dan weer afvragen hoe heeft dit kunnen gebeuren? Of gaan we eerst nog eens goed kijken naar wat de gevolgen kunnen zijn van deze wet en pas dan een weloverwogen besluit nemen? Voorzitter, ik ben niet blind voor bezwaren van transgenders tegen een tussenkomst van een psycholoog of een arts. Sommige mensen vinden het betuttelend en vernederend, alsof ze niet zelf in staat zijn tot een beslissing. Daarom vraag ik mij ook openlijk af hoe we dit proces toegankelijker en menselijker kunnen maken. En ook leeft bij mij de angst dat deze wet zelfindicatie bij jongeren dat het een luxe product wordt. Want kinderen van onder de 16 kunnen in deze wet bijvoorbeeld via de rechter een geslachtsverandering aanvragen. Maar een rechtsgang is duur en emotioneel zwaar. Betekent dit dan dat de rijke transgender kinderen wel hun recht kunnen halen, maar de arme transgender kinderen dat niet kunnen? Als laatste vraag ik mij af waarom dit een zaak moet zijn voor de Tweede Kamer. Waarom de overheid een noodzaak voelt zich bezig te houden met de genderidentificatie van burgers. Waarom hanteren we op het paspoort niet gewoon twee categorieën? Eentje voor het biologische geslacht en eentje voor het gekozen gender. Iets om op te kouwen wat mij betreft. Dank u wel. Mevrouw Van der Plas, is een interruptie van mevrouw Pauverweij, jaar 21. En ik hou het kort. Ik hoorde mevrouw Van der Plas iets zeggen over zedendelinquenten. Daar maak ik me ook zorgen over, de heer Omtzigt ook. Daarom zijn we met een amendement gekomen. En wij hebben nadrukkelijk niet gekozen voor het VOG, maar dus wel de deskundige verklaring, nog een aanvullende verklaring. Ik zou heel graag horen of dat overeenkomt met de wens van mevrouw Van der Plas. Die steun ik van harte. Dank u wel. Mevrouw Van der Plas,